Golfdeeltjesdualiteit. Wat is dat? Nou, dat betekent dat iets het karakter heeft van twee verschillende dingen. Het kan soms een golf zijn en soms een deeltje. Dat is golfdualiteit. We gaan eens kijken naar de golfdualiteit van een elektron. Wat is een elektron nou? Is het een deeltje of is het een golf? Normaal zou je zeggen, het is een deeltje. Dat hebben we altijd zo gesteld. Maar we gaan even op onderzoek. En daarvoor gebruiken we een elektronenkanon. Kijk, hier zie je zo'n ding. We beginnen eerst eventjes. Kijk, hier hebben we een gloeidraadje. Dat gloeidraadje vertelt al, dat gaat gloeien. En daardoor komen er elektronen vrij. Ja, alleen die blijven daar een beetje in de buurt zweven. Die willen pas weg als ze ertoe getriggerd worden. En dat doen we met een spanning. 5000 volt. Dus die elektronen willen dan dolgraag daar naartoe. Ja, we doen 1 plus 5000 volt. Dus die vliegen daar, alleen het wordt wel zo gemaakt, dus dat het echt ook er doorheen vliegt. Oftewel, die elektronen die batsen op de glazen buis. En daar hebben we fluorescerende laag, zodat het gaat oplichten. Nou, we zetten er nog iets anders tussen. We zetten een soort tralie tussen. Eigenlijk het is een heel dun stukje materiaal. Maar een paar atomen dik. Dat zie je hier. En als een elektron er dan doorheen gaat, dan zou je dus afgebogen worden naar een willekeurige richting. En als het deeltjes zijn, dan zal dus dit ontstaan. Ja, je zult dus hier op het scherm één groot vlek krijgen. Ja, overal zullen de elektronen gaan oplichten. Eén groot lichtvlek krijg je hier. Maar wat is er in werkelijkheid te zien? In werkelijkheid zie je dat alles keurig is verdeeld in ringen. Je ziet nu het zijaanzicht, maar als je het zou bekijken vanaf deze kant, dan zie je dit. Ja, keurige ringen. Ja, in het midden een centraal iets en dan iedere keer zie je dat de elektronen maar op een bepaalde plek terechtkomen. Oftewel, wat je ziet, dat is interferentie. Interferentie van elektronen. En interferentie heeft te maken met, precies, een golf. Dus, een elektron, wat we altijd als een deeltje beschouwd, dat heeft ook een eigenschap van golf. Je kunt er interferentie mee krijgen. Nou, daar heeft meneer, hier heb je Broglie over nagedacht. En Broglie dacht van, hé, als nu een deeltje een golfkarakter krijgt, kan dan ook het omgekeerde wezen. Ja, is dan ook dat een golf een deeltje kan wezen. Oftewel, dat het eigenlijk allemaal één pot nat is. Nou, hij zei, en heeft ook uitgezocht natuurlijk, dat de golflengte gelijk is aan, nou hier staat het al, golflengte van een deeltje kun je berekenen met de constante van Planck. En die deel je door de massa van het deeltje en door de snelheid van het deeltje. Ja? Die m mal v, ja? dat heeft een speciale betekenis. Dat wordt de impuls genoemd, afgekort met de kleine letter p. Ja, de impuls van het deeltje. En wat is de impuls van het deeltje? Dat is eigenlijk de hoeveelheid beweging. Ja, de hoeveelheid beweging heeft natuurlijk te maken met snelheid, maar de massa ook. Hè? Als iets zwaars beweegt, dan voel je wel aan dat hij eigenlijk meer beweging heeft. En Broglie die zei dus dat ieder deeltje heeft een golflengte. En de golflengte kun je dan schrijven hier als h gedeeld p, constante van Planck, gedeeld door de impuls en impulsjes m maal v. Ja, hier nog eventjes kort opgeschreven. Wat betekent dat nou? Nou, stel je voor, je hebt een olifant, ongeveer 5000 kilogram, en die schokt met 8 meter per seconde vooruit. Wat is dan de golflengte van een olifant? Nou, reken maar uit. H gedeeld door m maal v, vul alles in en je krijgt een golflengte van 1,66 keer 10 tot de macht min 38 meter. Behoorlijk klein dus. In plaats van olifant kunnen we ook nemen een, nou
wat we zo net hadden, een elektron. Een elektron is ongeveer, kijk maar in binnens na, 9,11 keer 10 tot de macht min 31 kilogram. En de snelheid is behoorlijk groot van zo'n elektron. Die zit in de buurt van 2 keer 10 tot de macht 5 meter per seconde. Weer invullen in de uitdrukking van Broglie. En je krijgt een golflengte die in de buurt van een nanometer zit. Dus die is nog wel klein, maar behoorlijk groter dan die van de olifant. Als je dan bedenkt dat als je interferentie of buiging wilt hebben, dan moet die spleet ongeveer gelijk zijn aan de golflengte. Ja? Het mag ook kleiner wezen, maar zeker niet groter. Dat betekent dus dat de golflengte van de olifant gewoon veel en veel te klein is om daar interferentie of buiging mee te zien. Dus daar merk je ook niet van dat het een golfkarakter heeft. En bij een elektron juist wel. Vandaar dus dat je bij een elektron wel kunt zien dat het een golfkarakter is, maar bij grotere voorwerpen, bijvoorbeeld een olifant, niet. Een heel belangrijk experiment om aan te tonen dat een elektron inderdaad ook echt een golf is, is het dubbelspleet-experiment. Nou, we hebben hier weer, er staat een spleet, maar het is een dubbelspleet, 1, 2. Nou, daar zetten we weer een lichtklom, een lichtbronnetje voor. En een lichtbron is natuurlijk een golf. En dit weet je al, je schijnt licht er bovenop en je krijgt dan keurig op een scherm een interferentiepatroon. Want ja, licht is een golf. Maar als we nu de licht veranderen in een elektronenkanon en we schieten er één elektron op af. Zo, één elektron, ja, daar gaat hij, bats. Dan moet het elektron dus kiezen van, hey jongens, ga ik nou door de ene of door de ander. Ja, je kunt zo'n elektron toch moeilijk tegelijk door beiden laten gaan. Nou, oké. We doen dat per elektron. Dus ja, één elektron, die laten we kiezen, volgend elektron laten we zien. Dus we laten iedere keer maar één elektron per keer kiezen. Dan zou je zeggen van, of de een of de ander, maar wat zie je op het scherm nu terechtkomen? Ja, zo nu en dan een paar stipjes, ja, her en der verdeeld. Maar na verloop van tijd komen er steeds meer stipjes en steeds meer stipjes. En dan zie je een patroon verschijnen. Ja, je ziet iedere keer een donker en lichte streep. En na verloop van tijd krijg je dus een interferentiepatroon. Ja, want je ziet dat je daar relatief veel elektronen hebt gekregen en daar juist heel weinig elektronen. Ja, dus je krijgt op bepaalde plekken heb je een hele grote kans dat je getroffen wordt door een elektron en op andere plekken een hele kleine kans. En dat is eigenlijk wel een van de kenmerkende eigenschappen dat we werken met een kans met een waarschijnlijkheidsverdeling. Ja, het is een kans dat je een elektron ergens krijgt. En dat is dus de intensiteit. Grote intensiteit, grote kans. Kleine intensiteit, kleine kans. Dat is het verschil tussen de klassieke mechanica en de kwantummechanica. Bij de klassieke mechanica is er geen kans. Het is echt zeker dat je kunt berekenen van, hey, ik heb een deeltje en die komt daar terecht. Ja, maar met kwantummechanica spreek je over kansen. Ja, je hebt een elektron en je kunt de kans berekenen hoe groot die is dat die daar terecht komt. Maar je kunt niet zeggen van het is zeker dat die daar komt. Ja, dat is pas als je heel veel elektronen krijgt, dan pas kun je zeggen van oké, en dit krijg ik eruit. Een hele praktische toepassing is de microscopie. Ja, als je een normale microscoop hebt, gewoon met licht, dan kun je dus dingen zien die in de buurt zitten van de golflengte van licht. Ja, dus in de buurt van de, nou laten we zeggen, een 600 nanometer, hè, dat is ongeveer 600, 700 nanometer, dat is rood licht. Maar verder kun je niet. Als je dus nu de elektronenmicroscoop krijgt,
Ja, zo net al gezien van de golflengte van elektron, ja, die zit in de buurt van de 1 nanometer. Oftewel, dan krijg je dat je veel kleinere dingen kunt zien, omdat de golflengte van veel kleiner is. En dan kun je spectaculaire opnames maken die bij een optische microscoop niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een wit bloedlichaampje. Of erger nog, je kunt zelfs atomen ermee laten zien. Ja? Dus atomen zijn zichtbaar in een elektronenmicroscoop. Dat is toch wel fantastisch. Goed, golfdeeltjesdualiteit. Is nou golf? Is nu een deeltje? Daar word je wel verward van. Maar als jij al verward bent, wat denk je wel niet van zo'n arm foton? Wat moet hij wel niet denken van zichzelf? Oftewel, die heeft echt een identiteitscrisis. Dat was het weer. Tot ziens.